handleiding voor het oplichten. Vandaag tonen we u verschillende methodes die u gebruiken kunt om werkelijk goed op te lichten. Methode nummer 1. De eenvoudigste en primitiefste oplichtmethode is de directe persoonlijke confrontatie. Bedreig gewoon iemand, het beste met een wapen, en zeg dat hij zijn geld en zijn overige waardevolle voorwerpen moet afgeven. Deze methode is weliswaar erg populair en functioneert meer of minder heel goed, maar ze heeft ook enkele nadelen. Het is bijvoorbeeld voor de oplichter al erg riskant iemand persoonlijk te confronteren. Men kan zich natuurlijk altijd de kleinere of zwakkere slachtoffers uitzoeken, maar men weet toch nooit of ze misschien gewapend zijn. Bovendien bestaat bij deze directe methode het risico dat het slachtoffer je herkent of een getuige verklik je bij de politie. Dan word je opgespoord en gevangen genomen. En dan krijg je de straf die je verdient en dat was het. Een eenmalige zaak met een onzeker resultaat. Misschien bereik je daarmee zelfs helemaal niets. Methode nummer 2. Een wat betere oplichtmethode is het om in huizen in te breken wanneer niemand thuis is en de waardevolle voorwerpen gewoon mee te nemen. Hoewel het nog steeds mogelijk is dat je daarbij betrapt wordt of zelfs op gewelddadige tegenstand stuit, is het risico al veel minder. En in een doorsneehuis zijn waarschijnlijk veel meer waardevolle voorwerpen dan een doorsneepersoon zo met zich meedraagt. Ondanks dat is het nog steeds riskant. Misschien laat je de een of andere sporen na die je dan later noodlottig worden, bijvoorbeeld voetdrukafdruk of vingerafdrukken. Methode nummer 3. Een gevorderde oplichter vermijdt het risico van gewelddadige confrontaties volledig. Hij misleidt en bedreigt zijn slachtoffers liever in plaats van hen direct te bedreigen of geweld tegen hen te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld kleine oude dames opbellen en hun ertoe brengen hun kredietkaartnummer af te geven. Of je zet een verzendhandel op waarbij je vooruitbetaling verlangt en dan gewoon met het geld verdwijnt. Het persoonlijke risico, vooral het risico door jouw slachtoffers lichamelijk te worden aangevallen, is duidelijk geringer. Ondanks dat word je mogelijk gepakt en iedere keer betekent het alles of niets. Je grijpt gewoon wat je voor de vingers krijgt en gaat het risico van betrapt te worden iedere keer weer opnieuw aan. Methode nummer 4. De volgende fase van het oplichten is het doorlopend bedrog. Dus een methode waarmee je de mensen niet eenmalig van alles berooft, maar steeds en steeds weer. Met de kredietkaartnummers van de kleine oude dames doe je bijvoorbeeld geen grote aankoop, maar je pleegt kleinere diefstallen die zich voortdurend herhalen. Een kleine oude dame die je iedere maand $9,95 in rekening brengt, wat als jou dat bij 100 kleine oude dames lukt, dan heb je een relatief zekere en bestendige bron van inkomsten en moet je niet steeds weer nieuwe misdaden begaan en daarvoor iedere keer nieuwe risico's op de koop toenemen. Natuurlijk is er altijd nog een zeker risico gepakt en bestraft te worden. Methode nummer 5. Een veel betere oplichtmethode dan alle anderen tot nu hiertoe voorgestelde methodes is het vervalsen van geld. Hoewel men daarvoor enorme technische en logistische voorwaarden nodig heeft, heeft het vervalsen van geld geweldige voordelen. Het geeft op de eerste plaats geen directe slachtoffers. De slachtoffers zullen niet eens merken dat ze beroofd worden. Wanneer geld vervalst, is het eigenlijk diefstal van iedereen die de valuta gebruikt. Maakt niet uit, ze zullen het verschil niet alleen niet merken, maar de meeste mensen begrijpen niet eens waarom het vervalsen van geld slecht zou zijn of hoe ze iemand schaadt. Het risico dat jouw slachtoffers zich vanwege hun schade op je wreken is nagenoeg nul. Het risico dat ze zelfs maar snappen dat ze beroofd worden is ook nagenoeg nul. Ook als ze zouden weten dat je je eigen geld drukt, zou het risico niet veel hoger zijn, omdat de meeste mensen er geen idee van hebben wat geld is en hoe valuta functioneert. Wanneer je dat allemaal voor jezelf eens hebt opgebouwd, heb je een lucratieve voortdurende bron van geld met een heel gering lichamelijk risico. Natuurlijk, wanneer de overheid dat ontdekt, ben je erbij. Maar afgezien van dit risico is deze oplichtmethode al een kleine Picasso in de kunst van het oplichten. Een onbegrensde bron voor vermogen, voor jou alleen, zonder te moeten werken. En de slachtoffers zullen nooit weten wie hen heeft opgelicht. Beter gezegd, ze zullen zelfs nooit weten dat ze opgelicht werden. Beter kun je het eigenlijk niet hebben. Methode nummer 6. De volgende fase van het oplichten is alleen iets voor echt veel eisende sociopathische oplichters die niet alleen genadeloos oplichten, maar ook macht over andere mensen willen uitoefenen. Ook deze methode bestaat in het vervalsen van geld. Maar in plaats van gewoon alleen geld te drukken en daarmee dingen voor jezelf te kopen, druk je het geld en leent het dan aan anderen uit. Op het eerste gezicht lijkt dat tegenstrijdig. Waarom zou je dat doen wanneer je toch al zoveel geld kunt drukken als je wilt? Laten we het eens aannemen dat je $100 miljoen drukt en die aan 100 verschillende mensen uitleent. Ieder van deze mensen zal het gevoel hebben bij jou in de schuld te staan omdat je hem een genoegen gedaan hebt. Vanaf dit tijdstip zullen de mensen zichzelf iedere maand beroven om jou een hoop geld te geven. De ironie daarbij is dat ze zichzelf als oplichters zien wanneer ze met jouw misdaad niet meedoen.
De voorstelling daarvan is dat deze schuld werkelijk bestaat, bestaat echter alleen in hun fantasie. Maar het gaat nog verder. Je moet zoveel van je valse geld uitlenen totdat je het helemaal zeker bent dat veel van je schuldenaars deze schulden niet meer terug kunnen betalen. Waarom? Heel eenvoudig. Wanneer de mensen vanwege hun kunstmatige schulden failliet gaan, kun je heel openlijk en probleemloos hun huizen, hun auto's en hun andere eigendom inzamelen door openbare verkoop. En zij zullen zich daarbij slecht voelen, alsof zij de slechte mensen zouden zijn, omdat ze hun termijnen niet meer kunnen betalen. Je kunt dus heel openlijk alles van hun stelen wat ze hebben en tegelijkertijd zullen ze zich ook nog bij jou ervoor verontschuldigen dat ze je niet nog meer kunnen geven omdat ze zich schamen. Beter gaat het gewoon niet. En hoe meer je met deze methode steelt, des te beter kun je het hele bedrog nog verder uitbreiden. Er zijn werkelijk geen grenzen. Wanneer alles goed gaat, kun je bijna iedereen op deze wereld ertoe brengen het gevoel te hebben bij jou in de schuld te staan. En wanneer allen failliet gaan, behoort letterlijk de hele wereld aan jou. En de meeste van jouw miljarden slachtoffers zullen geen idee hebben wat er gebeurd is. Ze zullen je als miserabele slaven dienen waarmee je kunt doen wat je wilt. Jij sadistische, aan grootheidswaanzin leidende, sociopathische gemeenerik. Methode nummer 7. Methode nummer 6 is al zo gekenmerkt dat er nog maar één weg is om haar nog verder te perfectioneren. Het enigste risico bestaat nog daarin dat de autoriteiten je plannen opmerken en je oppakken, voordat je samen met jouw onrechtmatig verworven vermogen in een land verdwijnt dat geen uitleveringsverdrag met jouw land heeft. Om ook dit risico weg te krijgen, moet je in methode nummer 7 alleen nog de laatste fase gaan en de politici omkopen zodat ze jouw misdaad legaliseren. Wanneer jouw meedogenloze permanente bedrog gelegaliseerd is, zal de regering zelfs aan jou hun huurlingen ter beschikking stellen om je tegen jouw slachtoffers te beschermen. Alleen voor het geval dat ze bemerken dat je hen aandoet. Wanneer dat gebeurt, dan ben jij de grootste oplichter van de wereld. Maar helaas zul je dat niet klaarspelen. Je wordt nooit tot superoplichter aan wie tenslotte alles toebehoort. Waarom niet? Omdat er al iemand is die dat klaargespeeld heeft. In de USA heet ze Federal Reserve. Ze bezit het congres die hun bedrog in 1913 gelegaliseerd heeft. Sindsdien heeft ze van de mensen door hun politiek gedekte minimale reservesysteem, alleen maar een grappige naam voor gelegaliseerde geldvervalsing, dermate veel gestolen dat je dat nauwelijks kunt voorstellen. Deze misdaad is zo perfect dat de Federale Reserve het direct voor de ogen van het publiek kan beginnen en daarbij alle details van haar methode prijsgeeft. En het is nog steeds zo dat de grote meerderheid van de slachtoffers geen idee heeft wat er gebeurd is. De meesten hebben nog niet eens gemerkt dat er eigenlijk iets slechts gebeurd is. Maar wanneer deze brochure of de video met het doel bijvoorbeeld verbreid wordt, dat de slachtoffers dit reuze bedrog beginnen te begrijpen met wat hun daarmee aangedaan wordt, dan zult u zien wat er gebeurt.